jij vertrok 2 jaar geleden om het hoger op te zoeken bij FC Rijnvogels. Nu ben je toch weer terug. Wat is het verhaal erachter? Ik ben een jaar geleden geblesseerd geraakt aan mijn knie. Ik heb eerst een operatie gehad aan mijn meniscus en vervolgens aan mijn voorste kruisband. En dan ben je zo 15 maanden verder. Ik moest daardoor eigenlijk weg bij Rijnvogels. En ik mocht gelukkig weer terugkomen bij Alves Boys om uiteindelijk mijn kunsten weer te kunnen laten zien. Hoe was het om het inderdaad een treetje hoger te mogen proberen? Het was heel mooi. Dat is natuurlijk wel iets wat je als voetballer graag wil. Je wilt het beste uit jezelf halen. Ik denk dat het voor mij toen de tijd een hele mooie stap was om in die hoofdklasse zaterdag aan de slag te gaan. Hele mooie competitie was het ook en waar we het ook heel erg goed in hebben gedaan. Dus dat is ook wel weer iets waar ik uiteindelijk wel weer naartoe wil. Hoe zwaar is het laatste jaar voor jou geweest? Dat was eigenlijk wel een heel zwaar jaar. Ik heb eigenlijk afgelopen seizoen geen bal aangeraakt. Ik heb daardoor ook heel weinig voetbal gekeken, omdat dan word je daar zeg maar extra mee geconfronteerd. Dus dat is als voetballer zijnde, wil je dat liever niet. Nee. Heb je in die periode overwogen om ermee te stoppen? Nee, dat nooit. Ik hou te veel van het spelletje om... daarover na te denken überhaupt. Dus ik heb altijd wel het doel gehad om gewoon weer terug op het veld te komen. Ja. Waarom was het voor jou een ABC'tje om bij Alphense Boys terug te keren? Ik ben hier natuurlijk in de jeugd begonnen. En na wat uitstapjes ook weer teruggekomen. Dus ik heb hier een mooie tijd ervaren. Ik woon hier natuurlijk ook dichtbij. Dus het is voor mij 5 minuutjes fietsen. Dus dat waren allemaal wel redenen om... om weer terug te komen bij Alphense Boys. En uiteindelijk natuurlijk helemaal mooi dat Alphense Boys ook weer is gepromoveerd naar de hoofdklasse. Dat is natuurlijk een extraatje wat je dan krijgt. Voelt het niet alsof je terug bij af bent? Nee, dat niet. Want ik ben als speler wel gegroeid. Zeker in dat jaar bij Rijnvogels. Dus ik denk wel dat ik echt stappen heb gemaakt als speler. En ik hoop dat ik dat uiteindelijk ook weer hier op het veld kan laten zien. Hoe is het met je fitheid gesteld? Ik ben nu denk al een paar maanden wel intensief bezig om weer fit te worden. Het zal straks nog wel verwennen worden als ik weer daadwerkelijk wedstrijden moet gaan spelen. Maar ik ben nog jong. Ik ben over het algemeen altijd wel relatief fitte jongen geweest. Dus ik verwacht dat uiteindelijk geen probleem gaat worden. Wat is je eigen prognose? Wanneer denk je weer op het veld te staan als daadwerkelijk spelende voetballer? Als alles de komende periode goed verloopt, dan is het de bedoeling dat ik in oktober in ieder geval weer kan invallen. En dan is het de bedoeling om natuurlijk weer uiteindelijk die 90 minuten vol te kunnen maken. Dat zal waarschijnlijk in het begin niet het geval zijn. Maar ik verwacht in november wel weer 100% te kunnen zijn. Kun je het geduld daarvoor opbrengen? Ik heb natuurlijk al heel veel geduld op moeten brengen de afgelopen periode. Ik denk dat ik een maandje of 15, 16 al bezig ben. Dus die extra 1 of 2 maanden die lukken dan ook nog wel als dat doel eindelijk in zicht is. Zeg maar. In jouw vorige periode bij Alphense Boys is het je net niet gelukt om die stap omhoog te maken. Dus nu ga je met deze ploeg de hoofdklasse in. Wat zijn de verschillen vergeleken met toen en nu? De verschillen ten opzichte van de eerste klasse bedoel je? Qua groep. De situatie waarin je je begeeft? Ik denk dat qua groep op zich niet zo heel veel verschilt. We hebben nog steeds een heel jong team. Wel goed voetballend team. Dus ik denk dat daar wel onze kracht ligt. En ik ben heel benieuwd hoe we dat uiteindelijk straks gaan laten zien in de hoofdklasse. Of dat op net zo'n manier is als bijvoorbeeld het afgelopen seizoen hebben gespeeld. Op welke eindklassering reken je? Ik denk dat handhaving in eerste instantie sowieso het belangrijkste is. En dan zien we verder wel wat dit seizoen ons gaat brengen. Maar heb je het gevoel dat er meer rek in zit? Of moet je echt zo'n eerste jaar ook nog wennen aan de hoofdklasse? Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Omdat er ook een aantal ploegen in de competitie zitten waar ik zelf nog nooit op tegen heb gespeeld of überhaupt van heb gehoord. Dus het is heel lastig om dan in te schatten hoe goed die ploegen zijn, wat zij kunnen in vergelijking met wat wij zelf kunnen.
Dus ik denk dat het wel, dat het zeker in het begin van het seizoen even aftasten wordt. Ja, hoe goed wij zijn in vergelijking met de andere ploegen. Maar ik denk dat wij in ieder geval voetballend wel, wel vaak de betere ploeg zullen zijn. Alleen uiteindelijk moet je natuurlijk wel genoeg doelpunten maken om te kunnen winnen. Dus ik ben benieuwd. Slotvraag, voor hoeveel wedstrijden en welke eindklassering teken jij? Dus hoeveel wedstrijden dat je zelf speelt en waar jullie eindigen? Als ik dit seizoen denk ik een wedstrijd of 15, 20 kan spelen, zou ik daar blij mee zijn. En als wij op een 7e, 8e plek eindigen, dan denk ik dat we een heel goed seizoen hebben gedraaid.